Van harte welkom bij TSC TV met in deze aflevering aandacht voor de wedstrijd TSC tegen OJC Rosmalen, gespeeld op zondag 24 januari op Sportpark De Lok voor ruim 500 toeschouwers. Allereerst de opstellingen. Op doel Van der Sman, Takasawa, Van D, Van Inge en Vierek in de achterhoede. Op het middenveld Noël Sanaki, Van Gessel en Alleskan. En de voorhoede wordt gevormd door Daoud, Bartels en De Wind. Dan de opstelling van OJC Rosmalen. Van Bokstel op doel, Scholz, Van Mosselveld, Peters en Van Gestel in de achterhoede. Tonef, Van Zijl en Wijkmans op het middenveld. En Strijbos, Meerveld en Locatie vormen de voorhoede van OJC Rosmalen. Topklasse TSC won met 1-0 van OJC uit Rosmalen. In Rosmalen was TSC ook al de bovenliggende partij met 0-2. Gepaard met goed voetbal ging het niet op zondag 24 januari. Het zware veld was daar zeker debet aan. TSC weet steeds beter om te gaan met moeilijke omstandigheden. De Oranje-Witte speelden degelijk en gaven eigenlijk de hele wedstrijd niets weg. Achterin eiste Sven van Ingen een hoofdrol voor zich op. In het begin moesten beide teams aan de omstandigheden wennen. Vooral TSC-verdediger Erik van Dee had er moeite mee. Tot tweemaal toe speelde hij te zacht terug op doelman Sebastian van der Sman, die door goed uitkomen onheil voorkwam. Na een half uur was OJC Rosmalen gevaarlijk, maar Tim Strijbos kopte precies in de handen van Van der Sman. Ook probeerde OJC het van afstand, maar kon Van der Sman zoals gewoonlijk niet in gevaar brengen. Vlak voor rust schoot Matthijs van Gessel een vrije trap goed in, waar doelman Koen van Bokstel de nodige moeite mee had. In de tweede helft liet TSC meteen zien dat het wilde gaan winnen. In die fase liep Nehemia Sanaki een gele kaart op. Dicht bij een voorsprong was TSC na 63 minuten. De snelle Daoud Bouzbiba ging op rechts goed door, maar zijn voorzet raakte Jip Bartels maar half. Drie minuten later verscheen Joey Locatie plots alleen voor Van der Sman, die zijn doel goed verkleinde. In de 71ste minuut kwam de verdiende voorsprong uit een hoekschop van Nehemia Sanaki. Notabene de kleinste man op het veld, Kurtley De Wind, kopte de bal bij de tweede paal binnen. 1-0. TSC speelde niet briljant, maar verdiende door hard werken de overwinning en klimt op naar de vijfde plaats op de ranglijst. Het was de vierde overwinning van TSC op rij in deze competitie. In Haaksbergen tegen HSC 21. De eerstvolgende thuiswedstrijd zal zijn op 14 februari. Dan is om 2 uur hier op de Lok de gast. Het team van Maghreb 90. Voor nu wel thuis en nog een prettig uur. Frits, we komen goed weg, hè, met 3 punten. Ja, moeilijke wedstrijd. Zware omstandigheden. Een moeilijk veld. Als je vrijdag hier had gezien, vorst en een hard veld met daarop regen. En ja, goed, dan weet je wat er gebeurt. Dan wordt het hobbelig. En je kunt niks doen. Je kunt niet rollen. Je kunt eigenlijk niks beginnen. Dus ja, de keuze om uiteindelijk toch op het hoofdveld te spelen, ja, die is gemaakt. En achteraf zeg ik natuurlijk een goede keuze geweest. Kijk, wij hebben natuurlijk wel
misschien toch het voordeel dat wij op gras spelen. En OJC speelt natuurlijk op kunstgras. En ik was er een voorstander van om toch op dit veld te spelen. Ja, zij hebben moeite met scoren. Dat bleek ook vandaag wel weer. En dat was de mazzel van TEC. Ja, goed. Ze hebben zeker de kans gehad. En ver in de tweede helft. Hè, die voorzet die kwam met de tweede paal die naast gekopt werd. Ik geloof nummer 7. Ik weet niet meer precies wie het was. Maar dat was een fantastische kans voor hun. En in de verhouding zou dat heel normaal geweest zijn als het 1-1 was geweest. Ja, even, als we even de spelers doornemen. Gelegenheidsachterhoede met Sven van Ingen. Wat deed hij het fantastisch, hè? Was ook man of the match. Ja, Sven heeft fantastisch gespeeld. Rots in de branding, alle kopduels winnen. Ook goed spelen, goede passing. Nee, Sven die gaat stappen maken. En ik ben heel blij mee, want we hebben hem aandacht gegeven. Hij weet zijn rol. En hij weet waar hij staat binnen de groep. Hij wordt belangrijk. En dat is heel, heel fijn voor de groep, maar ook fijn voor de technische staf. Ander lichtpuntje, Curtie de Wind, die weer langzaam maar zeker in vorm komt. Ja. Goed, zijn rendement was nog niet dat je zegt van 100%, deed wel deugd. 100%. Nou goed, Curtie heeft gewoon heeft het na de winterstop zeker goed opgepakt. Maar goed, er zit wel concurrentie achter hem. Hè? En misschien is dat ook wel juist wel goed dat Daoud erbij gekomen is. Dat Joël er dichterbij zit, dat Mootje er nog bij zit. Kijk, en ze moeten presteren voorin. Want uiteindelijk is het een keuze aan ons om uiteindelijk de voorste drie neer te zetten. En het is alleen maar prettig dat je zulke jongens op de bank hebt. Je had zelf nog woorden met de grensrechter. Ja. Waarom was dat? Nou, kijk, hij heeft... Ik ga er wel niet te veel over zeggen, maar kijk, als iemand een ingooi krijgt en er wordt 10 meter gepikt, of zelfs meer. Nou, dan vind ik, daar sta je voor om dat te corrigeren. Anders moet je daar niet gaan staan. Wat dus zei je nou tegen die grensrechter? Nou, hij sprak mij aan met joh. En ik denk niet dat je dat moet doen. Als je zo jong bent als hij, dan ga je niet tegen mij zeggen dat ik... Want ik heb niet bij hem op school gezeten, dus ook niet bij hem in de klas. Maar goed, dat is netjes uitgepraat. Allebei respect hebben voor elkaar. Ik heb hem keurig netjes de hand gegeven. Hij weet in ieder geval wie Frits van den Berg is. Ja, hij weet wie ik ben. Ik denk, ik zal hem ook niet behandelen. En respect naar hem, maar ook respect naar mij. Net zo goed. Dennis, balen voor jou als trainer met te weinig punten naar huis? Als je de wedstrijd ziet, denk ik wel. Ik zal niet zeggen dat we echt verdienden om te winnen. Maar minimale punt vond ik wel, gezien de wedstrijdverhouding, wel terecht geweest voor ons. Jullie probleem, dat is scoren. Als je 13 keer scoort in 20 wedstrijden, dan kun je dat wel stellen, ja. Hoe nu verder? Want OJC zit in de onderste regionen van die topklasse. En toch weer erin blijven. Ja, uiteraard. Ja, volgende week weer met 0-0 beginnen. En erin blijven geloven dat de balletje wel een keer de goede kant op gaat vallen. Want we verliezen nu al voor de 6e keer op rij. Als je als scorebordjournalistiek doet, denk je, die hebben niks in de topklasse te zoeken. Maar we worden gewoon door niemand weggespeeld. Alleen hij moet wel gaan vallen. We moeten zelf gaan scoren. Daar ligt denk ik het euvel. Als we even de wedstrijd doornemen, vertel. Nou, ik denk dat de eerste helft, ik denk wat opportunistischer speelde dan wij gewend waren. Bij ons speelde ze heel verzorgd. Wij veel de tweede bal wonnen en de ruimte in de rug van hun verdediging geprobeerd hebben te benutten. Ik denk dat het aardig ging. Meteen een kans vroeg in de wedstrijd. Nog een keer 1-1 gestaan. En Tech kreeg ook nog een momentje ergens in de eerste helft. Ja, in de tweede helft denk ik dat wij zelfs de betere kansen hebben gehad. En de 1-0 uit een doodspelmoment, daar staan we gewoon te slapen. Die zou ik graag op beeld terugzien. Ik denk dat we daar gewoon niet scherp zijn. Ja, 5 minuten voor tijd moeten we die kopbal nog binnenleggen, denk ik. En dan maak je minimaal gelijk. Nou, het mocht niet zo zijn. Nou, hoofdjes leegmaken en op naar volgende week. Dan gaat het weer worden, ja. Ja. Bart Westerlaken, je kwam eindelijk in vorm, maar nu geblesseerd. Wat is er aan de hand? Ik heb een klein scheurtje in het labrum, dat is de kraakbeenring in mijn heup. Daar heb ik een klein scheurtje opgelopen. En vandaar dat ik eruit ben, zeg maar. Ja, dat is balen, want het blok achterin dat begon aardig te draaien. Hè? Jij samen met Van D. Ja, precies wat je zegt. Stond goed samen met Erik. En de samenwerking was er. Ook met de rest van Defensie. Van de achterste linie bedoel ik. Stond goed en drie overwinningen op een rij. Voor de winst op, ga goed de winst op in. En als je dan niet door kan pakken, wel als team zijn gelukkig vandaag met een overwinning, maar niet persoonlijk is dat wel jammer. Ja. Hoe lang gaat het duren voordat je weer op het veld staat? Kun je dat inschatten? Nou, nog niet. Ik heb een conservatief traject ga ik nou in. Ik ga de komende week de derde week in. Dat wil zeggen dat ik 4 dagen in de week in Eindhoven bij de fysio loop. Waarbij ik met hem ga trainen om de spieren en om mijn heup zeg maar, te versterken. Om mijn heup te ontlasten.
En vanuit daar gaan we kijken of het in die 4 weken het scheurtje herstelt. En herstelde dan, dan kan ik weer gaan trainen. Herstelde niet, dan gaan we kijken, gaan we doorpakken. Nou, we hopen er maar het beste van. Zeker. De nummer 14 van Tiel, publiekslieveling, man of the match, Sven van Ingen. Ja, nou dat is mooi om te horen. Ik had het nog niet echt gehoord, maar man of the match na terugkomst in de basis is toch altijd, altijd lekker. Ja, ditmaal stond je achterin omdat Bart Westerlaken geblesseerd is. Hoe beviel dat, jouw oude plek? Ja, ik ben veel van mezelf wezen trainen. Ik heb de rust goed bewaard. En als het dan zo terug kan betalen, dan ben ik blij dat ik op die plekken mogen spelen. Ja, je was herenmeester, met name ook in de lucht. Neem de wedstrijd even door. Ik begon met Erik. Normaal speel ik in de mandekking. Vandaag hebben we het omgezet dat Erik in de mandekking speelt en ik gewoon kort bij hem. En hij heeft ook hartstikke goed ingevuld. En de wisselwerking met Erik ging ook gewoon hartstikke goed. Dus denk 1 kans weggegeven op het laatste keertje. Voor de rest helemaal niks. En we hebben gewoon echt heel steady gespeeld. En de rust die was er. De rust was er ook weer, ja. Maar dat kwam meer omdat we gewoon eerst vanuit de lange bal gingen spelen en dan vanuit de tweede bal voetballen. Waardoor je gewoon rust creëert op je eigen helft en dan hun een beetje van je goal afhoudt. Dus wat we de laatste wedstrijd hebben gedaan, zo hebben we het ook gewonnen. En ik denk dat we op deze voet gewoon lekker verder moeten gaan. Dan de uitslagen van de op 24 januari gespeelde wedstrijden. Sneek Wit-Zwart, Maghreb 90, 2-1. Hercules Koninklijke HFC, 2-4. VVSB De Treffers, 0-1. TEC OJC Rosmalen, 1-0. AFC WKE, 3-1. UNA HBS, 2-1. JVC Kuik, HSC 21, 0-1. En EVV FC Linde, 2-2. Dan de stand per 24 januari in de zondag topklasse. 18 gespeelde wedstrijden, 33 punten voor AFC. De Treffers op de tweede plaats, 32 punten uit 17 gespeelde wedstrijden. WKE, vorige week nog aanvoerder van de topklasse, nu op de derde plaats. 16 wedstrijden gespeeld, 31 punten. Gevolgd door UNA, 30 punten uit 18 gespeelde wedstrijden. En TSC vinden we terug op de vijfde plaats met 17 wedstrijden gespeeld en 29 punten. De eerstvolgende thuiswedstrijd van TSC op Sportpark de Lok vindt plaats op zondag 14 februari en begint om 14:00. TSC ontvangt dan Maghreb 90 uit Utrecht. Tot zover deze aflevering van TSC TV. Graag tot de volgende keer.